Welkom bij Koopman op Pad. En we zijn dit keer op het Tolseveld. Ja, dat zeg ik goed, hè? Ja, ja, mooi. Ja. En we zijn hier bij Albert. En hoe ben we die op sporen komen? We hebben de voorstelling gehad van boer Koekoek. Die loopt alleen. En die loopt ook nog een poosje deur. Ik geloof zelfs tot in augustus wel. En ja, sindsdien is boer Koekoek weer helemaal in het nijs. En uiteindelijk waren wij op zoek naar iemand die als dat nou zelf is, middenmaakt heeft. En dat is Albert. Welkom Albert. Ja, jij ook. Jullie allemaal. Nou, dankjewel, dankjewel. Mooi dat we hier eens een bij kunnen komen aan de Roelof Koopsweg. Ja. Als ik u goed begrepen heb, dan waren die jongen van 13 jaar toen de opstand der Braven plaatsvond hier op Tolseveld. Ja, klopt. Ja, 13 jaar ongeveer. Ja, en hoe hij dat beleefd? Was dat grimmig of was dat toch niet zo spectaculair dan dat ze dat ding worden voorstelt? Nou, hoe zat dat? Wat ik me nog goed kan herinneren, dat wij smiddags, hoe laat het was, weet ik niet. Maar het was in ieder geval denk na 3 uur, dat toch ook weer naar huis toe van de scholen. Van u zo ongeveer. Ja. En toen hoorden we al dat er wat geduvel was in onze veld. Ja. En toen kwamen we moesten altijd via onze veld, want ik woonde in Nieuw-Moskou. Ja. Toen kwamen we hier langs allemaal polities en een gedoe. En toen hoorden we al dat er allemaal polities met op het weiland daar, tegen die, daar is de wiek aan. Ja. Er waren allemaal politie's. En ook met peren. En wat het was benauwd van, want die politie's lopen allemaal met karabijnen. Nou, ik had bij wijze van spreken nog nooit een geweer gezien. Oké. Okay. Ja, dan is het wel angstig. De rilling die ging ons over de rug. Ja. Ja, goed, de ene die begon eens met snijbal te gooien. En de andere die begon eens met snijbal te gooien. Ja, op een gegeven moment kwamen steeds meer politie's. En toen, ja, we waren gewoon weg, jongen. Want die had niks in te brengen tegen die lui. Nee. Jan, daar kwam iets toch ook bij. Ja, daar was dus ook wel met hem te gaan. Ja, dat zal wel, ja. Nee, daar ga je liever niet op doen, denk ik. Er waren rare klappen uitgedeeld. Toch wel, ja? Ja, ja, ja. Nou ja, het was natuurlijk een heel gebeuren, want het heeft het landelijke nijs gehaald. Het stond in alle kranten in Nederland. De journalisten nog bij je west in die, in die tijd. Ja. Dat was eigenlijk is dat de opkomst de west van boer Koekoek, hè, want hij heeft daarna pas zetels gekregen in de Tweede Kamer. Ja. Merk niet ook dat er twee partijen dingen over elkaar stonden? Aan de ene kant de boeren en aan de andere kant de politie? Of was dat duidelijk zichtbaar of loopt alles door elkaar heen? Het loopt eigenlijk allemaal door elkaar heen, maar ja, die boeren. Ja, het waren maar boeren bij, maar het volk dat kwam overal weg. Ja. Wie spreek. En die zag de confrontatie met de politie, maar er waren... De ruilschoppers, zeg maar, zoals wij dat noemen. Die was echt raak en klaar gekregen. Er waren vaak wat oudere jongens van, pak een beetje in de 20. Toen, ja. 25. En dat was wel een groot feest, om zo te zeggen. Ja, dat hij op onze vader nog nooit middenmaakt, denk ik. Echt niet. Echt niet. Nee. Ik had het nog nooit gezien. Zo. En van waar het waar was dat ongeveer? Ik bedoel, je zijn 31ste week en loopt dat deur zeg maar tot Hoekie aan toe? Of, Nee, de spullen zijn eigenlijk af. Hier, net buiten de raam van het dorp. Ja. En dan, de weiland tussen de Riegelse Dik en de 31ste week. Want daar in die hoek woonde de boer Nijmeijer, die woonde daar. Ja. En die was uit Uzel, Utrecht. Ja, maar die wilde de contributie van het landbouwschap niet betalen, nee, zeg maar. Nee. Onder aanvoering van Koekoek. Klopt. Want die stookte ze op, hè? Die zei betaalt me niet. Ja, en het was weinig kwam, er stonden de meubels. Die stonden allemaal al buiten langs het water, langs die 30e wieken. Utrecht. Ja. Het was een heel vreemd gezicht. Ja, dat, ja. Ja. Dat, maar ja, men had denk ik ook niet verwacht dat het zoiets zou komen. Hè? Zo aan het idee van er wordt wel het dreigt, maar er gebeurt niks. Hè? Dat denk ik ook, ja. Ja. Nou, en toen die dag erop, of die dag is ook, dat huis van Klaas Aartman is die is eruit gezet. En ook alle spullen eruit. En
ja, die dag erop, toen, dat kan ik me ook nog herinneren, toen kwamen we, ja, dat was de, die, toen kwamen we weer van een feeststand van de scholen. Ja. Waar ik me toe ging in Ogenveen, dan weer een feeststand. Ja. En was, mijn vader en moeder, die waren bij mij, op de fietsie, terug, ging weer over de lange dik. Ik zei, god, dat is brand hoor. Kijk, dat is het vaste dat huis van Klaas had, man. Nou, dat bleek ik zo te winnen, maar wij bent daar niet naartoe gegaan. Want wij gingen nee, over de lange dik en ja. Want dat is waar nou zeg maar die grote steen voor ligt waarop ja. Die de steen des aanstoot. Ja, klopt. Ja, precies. Ja. En is er ooit boom water gekomen? Want ja, ik hoor er dan wat verhalen, want ik ben, ja, ik ben van 62, dus ja, dat heb ik, ik was er al wel, maar ja. Nog niet bewust middenmaakt. Nee. Is dat nou anders dan was het vermoeden? Of het andere naar de Donen, heb je daar ooit iets over gehoord? Nou, laat ik zo zeggen. Het beurt als het anders stukken ben. Want het huis was leeg. Ja, dus ja. En ja, van links en rechts, wat is naam benoemd. Die heeft de donen of die heeft de donen. Maar de ware, ik weet niet. Wie het nou daadwerkelijk. Dus volgens mij nooit bomwater gewoon. Nee, nee, dat is. Nee, dat. Want ik heb ook wel eens wat speculaties gehoord. Maar nooit wat nou het echte verhaal 100% de West heeft. Nee. Nee. Wat ik me dan afvroeg is op een gegeven moment, je hebt die opstand der braven had. Doordat de sfeer veranderde in het dorp, kwamen partijen dingen over elkaar te staan. Heb je daar iets van gemerkt of eigenlijk nooit? Nee, niet echt. Nee, want ja, het was eigenlijk een kwestie tussen de boeren en het landbouwschap. Ja. Nou, het landbouwschap zat er... In Den Haag. Ja. Dus ja, hier in het dorp... Die vonden het dan natuurlijk wel heel erg dat die mensen zo aan de pak waren. Ja, ja, dus het dorp stond eigenlijk wel achter de boeren? Ja, denk ik wel. Ja. Dat gevoel had ik altijd wel. Ja, precies. Dat is eigenlijk net een beetje zoals nou ging met de boeren. Het platteland stond achter de boeren. Ja, ja. En de burgers ook wel. Hè. Dat hebben we al alle vlaggen gezien. Hè. Ja, boe. Verschrikkelijk. Ja. Ja. Dus en dat deur natuurlijk ook wel weer sterk terugdenken naar... Die periode van Boer Koekoek, want ja, toen waren de boeren ook flauw van de regelgeving. Ja. En ja, en dat is nou eigenlijk weer precies hetzelfde. Ja. Maar ja, zoals ik het van mijn kant bekeken heb, ook zoals dat hele landbouwschap, wat die echt daadwerkelijk uitvoeren, dat is voor mij een groot raadsel. Want volgens mij zaten er alleen nog maar een stelletje hoogheren die goed geld verdienen. Over de ruggen van de boeren. Ja, dat was het verhaal van Boer Koekoek eigenlijk ook, ja. Hè? Ja. Kijk, en, maar ja, die worden natuurlijk altijd niet al te serieus genomen, omdat hij, ja, hij praat een beetje halfgebakken Nederlands door in die Tweede Kamer. En hij stuk ze nog wel eens de gek aan, want hij was een beetje een clown, hè? Ja. Zo, maar hij wilde meneer ook winnen. Toch wel, ja? Ja, probeer die wel. Ja, vertel. Dat vind ik interessant. Nou, nee, weet je, ja. Hij probeerde altijd wel een beetje, ja... Oh, toch ben je die popie op je te doen van, hè? Ja, toch wel, ja. Ik doe het toch wel in, hè. Hoe lang heb je hier nog in het dorp gezeten? Toen als hij in de politiek kwam in Den Haag, woonde hij toen? Toen woonde hij al ergens op de Veluwe. Met Ede of zoiets. Ede Wagering, die kant op. Oh, dus hij is toen als hij het een beetje hoger op kreeg, toen is hij hier verdwenen? Toen is hij trouwens dus is hij volgens mij direct hier het dorp al uitgegaan. Want hij woonde volgens mij vroeger in, bij mij achter in Moskou. Maar ik heb hem daar nooit gekend. Toen was hij al weg. Ja. Ja. Ja, nou ja, hij had een grote auto. Want ze hebben hem een keer de auto beschadigd, geloof ik. Ja. Daar staat tenminste nog filmpjes van op internet. Enzovoort, enzovoort. Nou hoorde ik een prachtig verhaal. Jan nog sigaan van hem. Ja, dat klopt. Vertel eens, want dat is een bijzonder verhaal. Nou, ik trouw oorspronkelijk altijd op met een... Een oomzegger van Boer Koekoek. Ja. Dat was Gerrit Koekoek. En die kwam hier vlakbij me te wonen. Ik weet niet precies meer. Pak een beet, 2000, 2004 of zoiets. En ja, daar kwam ik in vullen. En helaas is Gerrit barre ziek geworden. En tijdens die ziekte toen zeg hij tegen mij, ik heb nog een deurze met sigaren, zeg hij. Van... Oma Hendrik was het. Oma Hendrik Koekoek. Ja. Hij zegt, wil je die hebben? Ik zei, ja, natuurlijk, maar joh.
Ja, natuurlijk. Dat is wel apart, hè? Als je verder geen liefhebber voor hebt. Ik zeg, dat wil ik ze wel hebben. Ja. Tuurlijk wel. Dus ik ben er al een paar zuinig op geweest. En ik heb ze nog. Maar dan ben je met sigaren. Ja. Dan loop Hendrik Koek met in de Tweede Kamer. En dat deed hij de sigaren is met uit. Ja, want hij stiet in de hoop ook, hè? Jazeker. Ik... Allemaal met de afbeelding van Hendrik Koekoek erop. Ja. Ja, dan hij ze gaan er ook in die tijd en wij wel een meneer. Ja. Ze zit er allemaal nog in. Alleen één sigaren, er is plastic afgehaald. Vermoedelijk was er iemand die graag zo'n sigarenband die wel hebben. Oh ja, die heb ik eraf gehaald. Ja. Ja. Prachtig zeg. In de deur van de Nederlandse man, dus het, het hoogte ook nog weer. En worden ze ook echt zo verkocht dan? Of was dat speciaal voor hem? Die had hij alleen nog zelf. Die had die... Oh, die had zelf die baantjes laten maken? Ja. Want dat liep me nog niet zo goedkoop. Nee, als hij dat nou in de grote massa doet, dan is dat nog wel. Maar ik denk als hij dat voor 1 of 2 dozen sigaren doet. Nee. Ja. Nee, maar dat versterkt de medekamerleden met. Oh, het was in ieder geval PR-technisch nog wel goed van hem. Want, ja, dat zeg ik. Dat past hem wel een beetje, ja. Van, ja. Kijk, ik ben niet meer zomaar een zoveel jongen. Ja. Maar dus ja, inderdaad, dat bevestigt zijn meneerschap wel. Ja, dat bedoel ik. Ja, leuk man dat je die nog bewaard hebt. Dus je hebt nooit de ambitie gehad van, ik rook ze maar op. Nee. Ik ben de barzuinig op. Ik ben de barzuinig op. Oh, dan moet Henk dadelijk maar eens even een mooie foto van maken. Nee, niet zo roken hier. Prachtig man. Ja. Ja, mooi. Dus nou, dan heb je echt nog een echt aandenken aan hem. Ja, ik denk niet als er veel meer van bent. Nog. Nee, dat is leuk. Mogen er toch nog mensen weer die weet van het bestaan of dat er nog meer bent, dan vinden wij dat leuk om te weten. Die kunt dan reageren via info. Koopmanoppad.nl, want ja, dit vind ik heel leuk. Ja. Ja, en ook mooi dat je dit bewaard hebt. Ja, ja. En mooi aandenken aan Ambik Hammerhoort. Ja, 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 Gerrit Koekoek. Ja. Ja. Ah, er zaten hier nogal wat koekoeken, hè? In de Hollandse Vat ook. Ja, de vuur in Mossel, daar ook een hele Poolse kameraad met de West. Maar ook er waren neven van Gerrit Koek. Ja. Die woonden in Mossel. In mijn jeugd, toch 15, 16 jaar was, ik had een bolder met opgetrokken. Ja. Ja, mooi man. Ja. Dus, nou werd dadelijk de halve wereld dat hij die sigaren heeft. Dus berg ze op in een kluis. Want, ja, nou, wie weet. Ja. Ja. Maar wat kunnen jullie verder nog bijzonderheden herinneren van die periode? Ik bedoel, wat zijn bijvoorbeeld, je zat natuurlijk als jongen bij uw vader moe aan de tafel. Ja. En wat worden daar aan de tafel over gepraat, over die opstand en wat zijn ze daarvan? Er worden wel wat over gepraat. Mijn vader was ook boer en die moest ook wel betalen, het landbouwschap, maar die betaalde wel. Maar die was niet in dat kader dat hij altijd bij die vrije boerenbeweging, dat is heel erbij aansluit. Nee, hij was geen fan van Hendrik Koekoek, zeg maar. Hij loopt in ieder geval niet achter zien. Ja. Mijn vader was wat dat betreft ook niet zo'n echte prater, vind ik. Nee, een beetje gesleurde man, zeg maar. Ja. Kijk, ja. Geen flauwekul, gewoon nee, het werk doen. En, wat ik nou wel weet, dat ik zelf nog wel een positie letter was ben van de Boerenjongerenorganisatie, de BPJOM noemen ze dat. Ja. Daar ben ik nog positief lid van de West, maar ook maar een korte periode, 2 of 3 jaar misschien. Ja. Nou, ik vind het super mooi dat je dit eens met ons wil delen. En nou, ontzettend leuk. Ik bedoel, dit is werkelijk iets uniek. Ja. Ik had nooit verwacht dat ik nog iemand zou treffen die sigaren had van Boer Koekoek. Nee, dat is dat vind ik super leuk. Dus ja. Fijn dat je met ons in gesprek won. Ja, en ik hoop dat er een heleboel reacties op komt. Dus mezen. Wil je nog iets of heb je nog speciale spullen van Boer Koekoek? Laat het ons weten. Dan wens ik jullie deze week weer een fijne week en op naar de volgende Koopman op Pad. Mooie! Succes!